Na twee wereldoorlogen in minder dan een eeuw zochten veel mensen naar een manier om te voorkomen dat een dergelijke verwoesting nog eens zou plaatsvinden. Eén idee, geopperd door de Franse ambtenaar Jean Monnet en overgenomen door de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman, was het samenbrengen van de industrieën die werden gezien als de stuwende krachten achter oorlog, kolen en staal. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. In 1951 tekenden 6 landen, Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Luxemburg en Nederland, het Verdrag van Parijs, waarmee de Europese gemeenschap van kolen en staal werd opgericht. Die werd bestuurd door het eerste supranationale orgaan, de Hoge Autoriteit. De ambities van de Europese leiders reikten echter verder. En daarom ondertekenden zij op 25 maart 1957 het Verdrag van Rome, waarmee de EEG, de Europese Economische Gemeenschap, en Euratom, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, werden opgericht. In 1968 stelde de minister-president van Luxemburg, Pierre Werner, voor om een gemeenschappelijke munt in te voeren. Het rapport Werner, gepubliceerd in 1970, riep ertoe op om binnen 10 jaar in etappes een monetaire unie te verwezenlijken. Maar een jaar later devalueerde de Verenigde Staten de dollar. Daarna deed zich een oliecrisis voor en het plan van Werner verdween in de la. In plaats van een monetaire unie introduceerden sommige landen in Europa daarom de zogenoemde valutaslang, die grenzen stelde aan wisselkoersschommeling, zowel ten opzichte van een aantal Europese valuta's als ten opzichte van de dollar. Tussen de invoering van de slang in 1972 en de afschaffing ervan 7 jaar later vonden er een groot aantal koersaanpassingen plaats en was het een komen en gaan van deelnemende en uittredende landen. In 1979 werd het streven naar een economische en monetaire unie nieuw leven ingeblazen. Het Europees monetair stelsel werd gecreëerd en de Europese munteenheid, de EQ, werd in het leven geroepen. De EQ was echter slechts een virtuele munt die alleen dienst deed als rekeneenheid. Binnen het Europees monetair stelsel kwamen de lidstaten overeen hun valuta's binnen een marge van 2,25% rond een speelkoers te houden. Dat was het begin van het wisselkoersstelsel. De regeringen van de lidstaten vonden dit niet altijd even gemakkelijk. Tussen 1979 en 1987 vonden er maar liefst 37 wisselkoersaanpassingen plaats. In 1986 tekenden de lidstaten de Europese akte, waarbij de eerste substantiële wijzigingen in het Verdrag van Rome werden aangebracht. Het doel van de Europese akte was om voor 1993 een echte interne markt te creëren, gebaseerd op vrij verkeer van goederen, mensen, diensten en kapitaal, zonder enige heffingen of belemmeringen. In 1988 werd de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, voorzitter van een commissie wier bevindingen de basis zouden gaan vormen voor het Verdrag van Maastricht. Het Delors-rapport voorzag een driefaseplan om een economische en monetaire unie te verwezenlijken. In de eerste fase lag de nadruk op intensivering van de samenwerking tussen centrale banken. Deze fase begon op 1 juli 1990, toen het kapitaalverkeer in de Europese gemeenschap volledig werd geliberaliseerd. Op 7 februari 1992 werd in Maastricht het verdrag betreffende de Europese Unie ondertekend. Met daarin het kader en de verdere stappen om een goed functionerende economische en monetaire unie te verwezenlijken. In het verdrag werd 1994 aangewezen als het begin van de tweede fase. Deze fase zou leiden tot economische convergentie en tot de instellingen en procedures die nodig waren om deze te bereiken. Het verdrag bevatte de convergentiecriteria waaraan de lidstaten zouden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor invoering van de gemeenschappelijke munt.
In de tweede fase werd het Europees Monetair Instituut opgericht, dat op 1 januari 1994 in Frankfurt met zijn werk begon. Het EMI verrichtte al het voorbereidende werk dat nodig was om de ECB in staat te stellen de verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid op zich te nemen. In mei 1998 kwamen de regeringsleiders en de ministers van Financiën van de EU in Brussel bijeen om te beslissen welke landen een voldoende mate van convergentie hadden bereikt en dus konden deelnemen aan de Monetaire Unie. Ook werd de eerste president van de ECB benoemd, Willem Duisenberg, en de overige leden van de eerste directie van de bank. De ECB werd op 1 juni 1998 opgericht als opvolgster van het EMI, waarvan ze het kantoorgebouw in Frankfurt overnam. Samen met alle nationale centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie vormt de ECB het Europees stelsel van centrale banken. In de nacht van 31 december 1998 werd de euro geboren en werden de wisselkoersen van de deelnemende valuta's onherroepelijk vastgelegd. La commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. De derde fase begon op 1 januari 1999, toen de gemeenschappelijke munt van start ging en de verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid door de nationale centrale banken werd overgedragen aan de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank. Drie jaar later, op 1 januari 2002, werd de invoering van de nieuwe bankbiljetten en munten uitgebreid gevierd. Mensen verdrongen zich bij de geldautomaten om tot de eerste te horen die het nieuwe geld in hun portemonnee hadden. Drie jaar lang was de euro al de officiële valuta van banken, bedrijven en de financiële markten geweest. Maar nu was het iedereens geld.